De eerste spreker zat naast me, dat is Rob van der Veer. Die is principal consultant bij Software Improvement Group, of ook wel SIG, zoals we dat noemen. Hij is verantwoordelijk voor de software security dienstverlening. En IT security is een constant thema geweest in zijn loopbaan. Van het hacken van de Britse RAF in 1986 tot het bouwen van big data oplossingen voor de nationale veiligheid. Rob is een frequent spreker en actief in diverse security werkgroepen. Zoals die van Grip op Secure Software Development, waarvan hij een van de oprichters is. Rob, the floor is yours. Dankjewel. Ben ik goed te horen in de zaal? Mooi zo. Ja, Remco, je benaderde mij een paar maanden terug met de vraag van, hey Rob, jullie zijn gespecialiseerd in software security. Kun je wat op de Black Hat vertellen over mobile apps? En ik zei, ja, hartstikke leuk joh. Ik ga aan de slag. Dus ik ging het voorbereiden. En ik baseerde me daarbij op onze eigen ervaringen, onze inzichten, de systemen die wij zien, wat er nou in misgaat. En ik ging dat op een rijtje zetten en ik zag een patroon. Het is altijd prettig als je een presentatie doet, dat je een kapstok hebt voor je verhaal. En ik zag een patroon. Hey, wacht even, het ene gaat over gemakzucht. Het andere gaat over ja, eigenlijk onmatigheid, geen maat weten houden, gulzigheid, hebzucht. Dit zijn zonden. En verrek, ik kreeg 7 zonden bij elkaar. Dat is de kapstok van mijn verhaal. Het gaat over de dingen die wij doen als mensen, die ons eigenlijk ervan weerhouden om te zorgen voor veilige software. Daar wil ik u mee doorheen nemen. En eigenlijk, als we het over mobiele apps hebben, ja, dan blijkt toch dat daar al die zondes erg bij elkaar komen. En dat kun je toch wel zien als een dieptepunt. De perfect storm voor slechte software security. Klinkt niet heel rooskleurig, maar ik denk ook niet dat u hier een heel rooskleurig verhaal verwacht had als het gaat om mobile app security. Wie ben ik dan wel en wie is SIG dan wel, voor degene die SIG niet kent? SIG meet softwarekwaliteit. We zijn gespecialiseerd in het onder de motorkap kijken naar dat wat onzichtbaar is, namelijk hoe goed is het nou in elkaar gezet. We adviseren daarover naar ontwikkelaars, maar ook naar beslissers, managers, mensen in de board. We zijn een spin-off van de UvA, we zijn nu 100 man groot en we opereren internationaal vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam. Ik ben de principal consultant, ik ben verantwoordelijk wat we doen op het gebied van security. Er zijn heel veel andere softwarekwaliteit aspecten waar we naar kijken. We zijn ook vertegenwoordigd met een stand hier op de expo, jullie hebben ons waarschijnlijk al gezien. Kom langs als je verder wil praten over wat we hier bespreken of andere onderwerpen, je bent welkom. Dit zijn de 7 zondes. Ik ga ze met jullie door. Zoals gezegd, niet een heel rooskleurig verhaal, maar het glas is wat mij betreft half vol. Er zijn heel veel signalen dat het beter gaat, die positief stemmen. En daar wil ik het verhaal mee eindigen. Dus wat kunnen we eraan doen en wat zijn we al eigenlijk aan het doen? Onmatigheid als eerste. We maken meer software dan we aankunnen. Ik verwijs daar even naar een artikel van Tobias Kuipers, die onderzoek heeft gedaan, veel gegevens heeft verzameld. Wat blijkt? We hebben 12 miljoen softwareontwikkelaars in deze wereld. Die produceren elk jaar op basis van gemiddelde productiviteit 120 miljard regels code. Nou, en als we kijken naar software systemen in het algemeen, die moeten onderhouden worden. En dat kost ongeveer 15% verandering aan die software elk jaar. Dat betekent dat je eigenlijk het volgend jaar 1,8 miljoen nieuwe ontwikkelaars nodig hebt. Nou, zie daar het probleem. Die zijn er natuurlijk niet. Dus wat is het gevolg? Alleen reactief onderhoud. Er gaat iets mis. Oh, dan moeten we dat fixen. Maar laten we die spaghetti maar even laten voor wat het is. Innovatie staat daardoor onder druk. Je kunt niet snel bewegen. Projecten falen. Softwareprojecten falen. De kwaliteit leidt hieronder. En dat maakt eigenlijk het probleem alleen maar groter. Dus als je niet ervoor zorgt dat de software onder de motorkap goed in orde is, omdat je daar geen tijd voor hebt, dan heb je steeds minder tijd en heb je ook steeds meer mensen nodig om die software te beheersen. Nou, het gevolg is dat systemen vastlopen, het gevolg is dat ze kwetsbaar worden of gegevens lekken. Een kleine illustratie daarvan is dit. Ik ga u een aantal voorbeelden geven, voorbeelden uit onze praktijk, voorbeelden uit het nieuws. We kunnen het eigenlijk dagelijks in de krant lezen dat een softwareproject faalt of dat er weer een systeem het niet doet of gehackt is. Een paar goede voorbeelden vind ik. Royal Bank of Scotland in 2012, die hadden een fout in hun systemen na een systeemupdate. Vervolgens zijn ze een maand bezig geweest, heeft niemand die systemen kunnen gebruiken met echt serieuze gevolgen voor honderdduizenden mensen, honderdduizenden klanten van Royal Bank of Scotland.
Toyota, weet u misschien nog wel, het slecht functioneren van het gaspedaal. Althans, de auto gaf gas, maar de bestuurder gaf geen gas. Dus er zat een soort fout in het systeem. Ze zijn daar met externe experts 20 maanden mee bezig geweest om te achterhalen hoe de samenwerking is tussen de daadwerkelijke aansturing en de sturing van, van de auto zelf. Om aan te geven hoe moeilijk die software inmiddels daar is geworden. Ander voorbeeld, Jeep. Vorig jaar zijn 2 hackers erin geslaagd om via het entertainment systeem van Jeep Cherokee toegang te krijgen tot het motormanagement. Terwijl Jeep heeft gezegd, ja, er zit een zeer strikte scheiding tussen het entertainment systeem en de besturing, zodat niemand ooit via die as de auto kan aanvallen. Nou, het is dus wel gebeurd. Ander recent voorbeeld van een systeem waar wij naar gekeken hebben, een grote klantportaal, een organisatie met miljoenen klanten. En in het klantportaal, daar waren een aantal incidenten geweest, een aantal datalekken geweest. En wat bleek nou? Die datalekken werden vooral veroorzaakt door 1 deel in de broncode, die voor een ontwikkelaar eigenlijk een porseleinkast is waar je als een olifant in rond moet lopen. Dus daar werden fouten in gemaakt. Dit ging om sessiebeheer. Met als gevolg dat bepaalde klanten gegevens zagen van weer andere klanten. Nou, dat wil je niet. Dus de manier om dat op te lossen is, het gaat niet om een kwetsbaarheid waar een hacker gebruik van maakt. Het gaat voor een probleem waarbij niet de hacker eigenlijk je bedreiging is, maar de ontwikkelaar. En dat is dit issue. De ontwikkelaar wordt vervolgens je bedreiging. En om dat security risico weg te nemen, hebben we geadviseerd dat en dat onderdeel van jullie systemen moet jullie echt opnieuw schrijven, want dit zijn accidents waiting to happen. In onze stand kunt u Find the Flaw vinden. Dat is een scherm waarop diverse voorbeelden van bekende software kwetsbaarheden worden getoond. Je kunt dan zeg maar meedoen in het vinden van die kwetsbaarheden. Dat is altijd erg leuk, want bij elke conferentie worden er ook weer nieuwe kwetsbaarheden ontdekt, terwijl je met mensen staat te kijken. Dit is Heartbleed, kwetsbaarheid in OpenSSL. Een kwetsbaarheid die daar jaren en jaren in gezeten heeft. Volgens mij een keer op een oudejaarsavond door een universitair docent geprogrammeerd. Niet ontdekt door testen, niet ontdekt door tooling, maar het zat wel in die code. Even om aan te geven hoe groot dit softwareprobleem is. En hoe zit het dan met mobiele apps? Nou, die zijn notoire onveilig. Wat wij veel zien, dat wachtwoorden staan in de apps. En omdat je toegang kunt krijgen tot die apps, als ze niet goed beveiligd zijn, kun je ze reverse engineeren. Certificaten worden niet gecontroleerd. Dus of wie is, daar zit te weinig controle op, et cetera, et cetera. Dan zijn er diverse onderzoeken geweest. Recent, Arxan onderzocht 126 apps. 90% was kwetsbaar voor minimaal 2 van de OWASP top 10. De Public Sector Bank in India die wilde een mooie app uitbrengen. Er zat geen certificate pinning in, dus er werd niet goed gecontroleerd of je wel de juiste verbinding hebt. Aan de klantkant, als aan de clientkant, werden sessies getime-out, maar je kon eigenlijk aan de serverkant gewoon eeuwig dingen blijven proberen met het systeem. En je kon rekeningnummers veranderen. Dus het systeem stuurde een opdracht, maak X over naar Y, nou, dan kon je gewoon iets anders inzetten als je dat wilde. En dan hebben we het over een bank, een grote bank. Ariel Sanchez heeft in 2014 60 apps onderzocht van banken, dus voor online bankieren. En je moet het onderzoek maar eens lezen of bekijken. Het resultaat was echt miserabel. Heel veel kwetsbaarheden en ook heel vaak dezelfde kwetsbaarheden. Dan tot slot Vendera Smartwire Labs. Die heeft 10 populaire zakelijke apps bekeken op 28 punten. En daar was het ook niet best. En ook al die apps, en dat is ook wel typisch voor mobiele apps, daar kom ik straks op, gingen heel slecht met privacy om. Nou, hoe komt dat? Nou, 1 aspect wat meespeelt is dat appbouwers gewend zijn om kleine, simpele dingen te maken. Dit is even het typische geval. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar veel van die appbureaus zijn gewend om kleine apps te maken voor een bepaalde campagne of een doelstelling of een leuk dingetje. Maar die leuke dingetjes die lopen wel eens uit de hand. Dus als het systeem dan ouder wordt en groter wordt, dan zijn typische appbouwers minder geëquipeerd om daar goed mee om te gaan. Maar dat is niet het enige. Er speelt meer een rol en ik neem jullie mee naar de volgende hoofdzonde, jaloezie. Want vaak hoor je, wij willen een app.
En dan vragen wij wel eens, oké, jullie willen dat we naar de design van jullie app gaan kijken, maar waarom willen jullie eigenlijk een app? Nou, het is niet altijd een heel goed verhaal wat we dan horen. Mensen willen niet achterblijven, ieder zichzelf respecterend bedrijf, klanten verwachten het. En wat je dan ziet is dat zo'n organisatie dan heel graag wil concurreren op gebruiksgemak en op features. Heel veel features. En dat is ook allemaal mooi om eens een app te bouwen. Dus die kun je mooi laten zien, kun je mooi mee concurreren. Maar vaak is dat meer een gevoel dan daadwerkelijk een heel erg goed idee. Vanuit management komen business cases. En die business cases die zijn, wat we zien, regelmatig ook echt goede ideeën. De vraag is of je dat met een app moet invullen. Maar je kunt je online dienstverlening verbeteren met mobile, met web. Door de klant inzicht te geven op een gebruikersvriendelijke manier, daar waar hij of zij dat wil. En je kunt ook de klant zichzelf meer laten helpen. En dat is ook een business case. Als je daarvoor web of mobile gebruikt, dan heb je ook geen callcenter meer nodig. Kostenbesparing. Wat is het gevolg hiervan? Security concessies. Er is haast. Je wil time to market. Je wil die concurrentie verslaan. En je moet al die features erin hebben. En het moet allemaal heel gemakkelijk zijn. En dan zie je veel de keuzes gemaakt worden die goed zijn voor het gebruiksgemak, maar niet zo goed voor security. Bijvoorbeeld die mobile banking apps die ik eerder noemde. Daarvoor bleek dat die zich allemaal lieten installeren op een gejailbreakte iPhone. En een gejailbreakte iPhone is kwetsbaarder. Het is makkelijker om op zo'n smartphone een applicatie aan te vallen. Maar toch zegt een bank van ja, we willen gewoon onze gebruikers helpen. En ook als ze een gejailbreakte iPhone hebben. Dus een weloverwogen keuze, maar niet goed voor security. Ander voorbeeld is ook een recent voorbeeld. Vanuit een app kon je dan je wachtwoord verversen. Je kon zeggen van nou, ik ben het vergeten, maar in plaats van dat je een nieuw wachtwoord moest aanmaken, kreeg je heel prettig een mailtje met je oude wachtwoord terug. Ja, dat is nooit goed, want dat betekent dat ze dat wachtwoord ergens bewaren. Alleen al het mailen is niet zo'n goed idee, maar het bewaren is überhaupt geen goed idee, want als je iets bewaart, dan kan het lekken. Maar goed, het is wel heel erg gebruikersvriendelijk. En dat dus om te concurreren. Lust. Je wil iets voortbrengen. Je wil iets van jezelf doorgeven. Je wil dingen maken. En ik ben zelf heel lang programmeur geweest. Mea culpa. Ik vond het ook altijd mooi om zelf iets te maken. In plaats van eerst te zoeken van ja, wat is hier eigenlijk al voor gemaakt binnen het bedrijf. Of wat kan ik vinden aan componenten of aan frameworks. Of aan applicaties die ik kan aanpassen. Het is veel leuker om van scratch te beginnen en dan allemaal mooie dingen te maken zoals jij denkt dat het goed is. En als er al een mobiele website is, dat is mooi, maar een app is natuurlijk nog veel mooier om te maken. En waarom zou je een hybride app maken als je met native nog beter je gebruikers kunt bedienen op maat met precies op het platform wat zij nodig hebben. Geen platform gebruiken natuurlijk, alles zelf bouwen. Not invented here. Het moet mooi zijn met de allerlaatste technieken. Nou, ik chargeer, maar dit is wel wat we veel zien in ontwikkelteams. Een enthousiasme voor nieuwe technieken waarbij wij ons afvragen. Ja, maar ben je nagegaan of het niet op een andere manier ook kon worden ingevuld? Vaak krijgen we dan een soort vragende blik terug. Gevolg, een gouden koets met kwetsbaarheden. Een overinvestering, eigen knutselwerk, eigen crypto's. Dat zie je terug. Hoogmoed. Die app is natuurlijk een uniek ding. Er bestaat niet zoiets. Mijn dienstverlening is een unieke oplossing. Maatwerk. We kunnen dat prima zelf. Mijn gebruikers hebben 1000 dingen nodig. En wij zijn de beste in testen en toetsen. Naar je code laten kijken. Penetratietesten. Unit testen. Dat is voor programmeurs die het niet meteen goed doen. Dat soort hoogmoed heeft ook tot gevolg een gouden koets met kwetsbaarheden. Hebzucht is een andere categorie. Het gaat hier om data. Het kwam eigenlijk al goed terug in de opening keynote vandaag. Je kunt heel veel met data. Er wordt veel mee verdiend. En als je er niet nu mee kunt verdienen, dan kun je er misschien straks mee verdienen. Dus waarom gaan we niet verzamelen? Want data is kennis en data is macht, toch? Ashley Madison. Ik weet niet of u de case kent van Ashley Madison. Het is, of ik moet zeggen, was een organisatie die dates bemiddelt voor mensen die getrouwd zijn.
En het motto is ook life is short, have an affair. Je kunt er van alles van vinden. Maar wat je in ieder geval over kunt vinden is dat ze hun security niet helemaal goed op orde hadden. Maar dat was niet het grootste probleem. Het grootste probleem was dat ze niet goed met data zijn omgegaan. Ze hadden hun klanten beloofd, joh, jouw adresgegevens hebben we niet meer nodig nadat je hebt ingeschreven. Je creditcardgegevens vragen we gewoon op het moment dat je moet betalen. Dus we hoeven dat allemaal niet te bewaren. Maar wat blijkt nou? Ergens heeft een ontwikkelaar een beslissing genomen van nou... verwijderen kan altijd nog. Ik markeer hem gewoon als verwijderd. Dus die gegevens die waren er en die lekten ook. En die kwamen op straat en die zijn gewoon gepubliceerd. Dus die mensen waren niet zo heel erg blij. En er waren ook meer mensen, denk ik, niet zo heel erg blij. Wat is het gevolg als je zoveel gegevens verzamelt? Je zit op een bom. En wat je verzamelt, moet je beschermen. Wat hier een rol speelt is de General Data Protection Regulation, de Europese wet en regelgeving. Ook de Nederlandse wetgeving die volgt die regulatie. Er zit veel ontwikkeling in. Jullie kennen allemaal de meldplicht datalekken, die is uitgebreid. Boetemogelijkheden zijn uitgebreid. Je zit ook veel meer in de picture op het moment dat je data lekt. En waarom is dat voor mobiele apps een extra probleem? Mobiele apps hebben toegang tot een zee aan nuttige informatie. Ja, ze hebben toegang tot je contactgegevens, je GPS-locatie, de naam van de wifi waarmee je verbonden bent, je IP-adres. Recent nog een case waarin Runkeeper, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, maar het is een applicatie van Nike. Een heel prettig ding, ik heb hem zelf ook al eens gebruikt. Maar wat bleek, die deelde gegevens met een advertentiebedrijf. Waaronder je locatie. En aan de ene kant, als je zo zeg maar, vanuit die advertentiewereld daarover denkt, denk je van mooi, ja, wat met locatie, dan weet je dat mensen in welk werelddeel ze zitten, en dan, of welke land en welke taal je ze kunt aanspreken. Maar die gegevens, die worden wel opgeslagen. Dus die kunnen ook lekken. Dat wil je gewoon niet. En je wil ook niet dat zoiets onversleuteld over het internet gaat. Troy Hunt heeft gekeken naar meerdere mobiele apps, onder meer naar PayPal. En wat bleek nou, als hij inlogt bij PayPal, en je kunt dat eigenlijk met allerlei toeltjes kun je dat precies volgen wat er wordt gecommuniceerd. Er werd zijn thuisadres gestuurd, de naam van zijn wifi-router, zijn GPS. Problematisch, waarom doet PayPal dat? Dus dit is hebzucht. Toorn, de boosheid tussen, laten we het even noemen, business en IT of misschien wel opdrachtgever. Leverancier of opdrachtgever en bouwer. De ene zegt van, joh, er blijkt nu een fout in de software te zitten, het is niet secure, ik verwacht de professionaliteit. En de ontwikkelaar zegt, ja, waarom vertel je me niet precies wat je verwacht? Ja, ik verwacht van jou dat jij dat allemaal weet. Nou, dit is een bekend verhaal, ik heb straks een slide over met een aantal quotes uit onze praktijk, wat je bij deze problemen ziet en ook wat je eraan kunt doen. De security is belangrijk, maar er is veel aan de hand. Al die zaken spelen een rol en security delft het onderspit, evenals andere aspecten van softwarekwaliteit. En dat leidt tot gemakzucht. En met gemakzucht bedoel ik niet dat mensen ongeïnteresseerd en lui zoiets hebben van nou, de security, daar heb ik geen zin in, ik ga nou koffie drinken. Hey, er wordt hard gewerkt, maar er wordt niet zo hard gewerkt aan security. Er zijn een heleboel andere belangrijke dingen, een heleboel andere prikkels. En hoe komt het nou dat die prikkels winnen? Nou, die prikkels die zijn vaak zichtbaar. Dus dan gaat het om functionaliteit, het gaat om business value. Het gaat om de dingen die je direct kunt gebruiken. En de dingen waar je later last van hebt, zoals dat je het niet goed in elkaar hebt gezet, dat er kwetsbaarheden in zitten, die kun je niet zien. En daar zit natuurlijk ook een sleutel naar de oplossing. Dus you can't control what you can't measure. Er is, wat ik al zei, weinig dialoog tussen bouwers en opdrachtgevers. Veel hoop, weinig controle. En vaak wordt pas getest als het klaar is. Als er getest wordt. Dus het probleem is, als een systeem klaar is, dan 10-1, je bent al te laat met het systeem. Dan moet die test nog even snel en dan moet je dan nog even snel fixen. Nou, onderzoek laat zien dat als je in dat stadium een security probleem moet oplossen, goed moet oplossen, dan kost het je 100 keer zoveel tijd dan als je dat meteen goed had gedaan. Daar heb je dan geen tijd voor, dus dat doe je nou niet. Dus ga je het lappen of op een andere manier het risico afdekken. Bovendien, je kunt niet alles vaststellen met testen. Bepaalde kwetsbaarheden die in je systeem, in je design zitten, die vallen niet op als je test.
Gevolg, geen security by design, geen privacy by design en security incidenten. Even over die dialoog tussen bouwers en opdrachtgevers. Ik heb hier bewust natuurlijk de Toren van Babel even als achtergrond, want het gaat om spraakverwarringen. Dit zijn quotes die wij van onze klanten horen, van onze gesprekspartners in onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld, we nemen aan dat onze leverancier veilige software maakt. Vind ik een goede, positieve aanname. Maar de vraag is, wat bedoel jij dan met veilig? Wat verwacht je nou exact? Weet die softwarebouwer wel wat jouw risico's zijn? Weet je softwarebouwer wel wat jou eist of wat er voor jou geëist wordt door wet en regelgeving? Heb je daar een gesprek over gehad? Alleen professionaliteit verwachten is onvoldoende. Deze. Ik dacht dat de jongens van het hostingbedrijf dat zouden doen. En dan gaat het bijvoorbeeld over patching. Je kunt dingen afspreken, maar je moet dan ook nog afspreken over wie dat moet gaan doen. Er zijn meerdere partijen betrokken. Voor eisen, zie OWASP.org. Zie de OWASP top 10. Of communicatie moet worden beschermd. En als mensen zoiets in hun contract hebben staan, dan vragen we wel eens, ken je bijvoorbeeld de OWASP ASVS? Ja, daar hebben we nog niet eerder van gehoord. Er is zoveel geschreven over security en veel daarvan is te vinden op OWASP.org, maar wat bedoel je nou precies? Hetzelfde geldt voor communicatie, moet worden beschermd. Ja, hoe dan? Waar trek jij de norm? Ook deze krijgen we veel. We hadden niet verwacht dat iemand ooit de code zou bekijken. Vaak is dat dan een beetje naar aanleiding van wat schrik. Ook deze. De eisen waren voor een deel niet van toepassing, dus we konden ze niet serieus nemen. Dit begrijp ik ook wel. Kijk, als je software bouwt en je krijgt een opdracht en er staan eisen in en je ziet dat het is gewoon copy-paste uit een standaard document, helemaal niet van toepassing op wat we bouwen, dan is het ook moeilijk om die opdrachtgever serieus te nemen als het gaat om veilige software. En dan, wat wij zien is dat leveranciers dan in de houding gaan van, nou ja, dan komen we wel uit als blijkt dat het niet goed is bij de tests. En dat is niet handig. Een ontwikkelaar die zegt, hey, leidt die bug tot reputatieschade? Nee, dit was een bug die al heel lang op de backlog stond, leverde allerlei problemen op. Maar wat was nou niet helder bij die ontwikkelaar? Wat het nou eigenlijk betekent, wat het risico wat die bug oplevert nou betekent voor de organisatie? Dus de ontwikkelaars worden te weinig betrokken in de belevingswereld van de business, in de context. Zodat er ook geen awareness is als het gaat om de ernst van de zaken die ze nog moeten oplossen. Ook product owners lijden hieronder. We versleutelen intern niet, want dat is te traag. We zien het nog steeds, organisaties die zeg maar, het interne risico van man in the middle, eavesdropping, het misbruiken van een open verbinding, accepteren. Omdat, nou ja, we hebben dat gewoon geaccepteerd, want volgens mij was dat omdat het dan heel erg traag was. Maar dat is iets, in de regel is dat iets wat inmiddels niet meer geldt. En dit laat zien dat organisaties geen goed overzicht hebben over hun risico's. Zoiets moet je eigenlijk gewoon bijhouden, dan moet je transparant in zijn en dan moet je ook weer revisiten. Je moet daar om de zoveel tijd weer naar kijken van, hey, is de wereld nog steeds zo zoals die was toen we dit hadden besloten? En moeten we het risico misschien niet toch niet accepteren en er iets aan gaan doen? Dus risicomanagement. En tot slot, alles is oké, want we deden een pentest of we hebben tool X. Ja, je moet pentesten. Natuurlijk, maar het is een pentest is laat. Een pentest komt aan het eind. Een pentest kan niet alles testen. Stel, er komt niks uit, maar blijkt toch dat op dat moment er niet binnen kon worden gekomen. Maar binnen staat wel de kluisdeur open. Je wil ook dat die kluisdeur wordt bekeken. En ook, we hebben tool X. Er zijn natuurlijk allerlei prachtige tools die je helpen om je software automatisch te testen. Om de code te scannen. Die hebben allemaal hun beperkingen en zijn bovendien best lastig in gebruik. Vaak hebben organisaties die tools. Maar wat je ziet is dat voor een aantal mensen in de organisatie die tool dan ook nog even niet gebruikt wordt. Of op de plank ligt of nog verder geïmplementeerd moet worden. En dus effectiviteit is een issue met tools. Maar ook het daadwerkelijk gebruik in de organisatie. Deze issues hebben uiteindelijk geleid tot grip op secure software development. Ik wil eens een kleine enquête doen. Mag ik handen zien van wie dat kent? Wie daar wel eens van gehoord heeft? Grip op SSD.
Dat is ongeveer de helft van de zaal. Goed om te zien. Het is een initiatief van het CIP. Ik heb er straks een slide over. Daar ga ik er wat meer in detail over in. Maar wat het doet, is het adresseert de problematiek tussen bouwers en opdrachtgevers. Dus waarom is het nou moeilijk om die dialoog te hebben? Nou, je weet niet zo goed hoe je moet beginnen. Nou, dat is precies wat Grip op SSD doet. Die biedt een methode, die biedt eisen, die biedt zelfs een voorbeeldcontract waarmee je kunt gaan beginnen met die dialoog. Straks een verwijzing. Hoe zit het nou met mobiele apps? Nou, we hebben al gezien dat die hoofdzonden een sterke rol spelen bij juist mobiele apps. Ja, dus uit de hand gelopen softwareprojecten, haast, feature creep. Er worden security concessies gemaakt voor gebruiksgemak, eigen knutselwerk. Privacygevoelige gegevens zijn binnen handbereik op zo'n telefoon. Maar een hele belangrijke factor is ook dat zo'n mobile app in een omgeving draait die toch anders is dan andere apps, dan zeg maar een webapp. Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten. Er zijn meer zaken waar je op moet letten dan bij de meeste andere applicaties. Dat is ook een belangrijke factor die meespeelt in deze problematiek. Wat is dat dan? Ik heb even een hele simpele weergave gemaakt van hoe zo'n mobiele applicatie nou eigenlijk leeft. Die leeft in, ik heb maar even getekend, een smartphone. Die praat met een backend, dat draait in een datacenter. Nou, het is een alternatief voor een webapplicatie. Die webapplicatie die draait in een datacenter. Daar heb je firewalls, je hebt monitoring en detectie, hele goede bescherming als het goed is. Het is gewoon moeilijker om op een datacenter te komen dan op een smartphone te komen. Verder, je hebt die open verbinding. Dus een mobile app die legt verbinding met pak een beetje een wifi router op een luchthaven. En jij probeert verbinding te leggen met jouw backend. Dat moet wel goed gaan. Hè? Dat is erg belangrijk en wordt vaak over het hoofd gezien. Hè, dus die appomgeving is vijandig. Malware, een heel goed voorbeeld, is het third-party keyboard. Dus je kunt op sommige smartphones kun je een keyboard installeren. Een keyboard wat bij jou past, wat je van jouw App Store hebt gehaald, of op wat voor manier dan ook. Je hebt dat geïnstalleerd, maar dat keyboard kan eigenlijk in wezen alles doen met wat jij intypt. Sterker nog, kan ook voor jou dingen gaan intypen. Dat laat zien dat als je dat soort gemak creëert, dat je ook een attack vector creëert voor kwaadwillenden om iets te doen met jouw mobile app. Reverse engineering, dus het is makkelijker om bij die applicatie, bij die binary te komen. Er zijn allerlei beschermingsmechanismen voor, die worden niet altijd toegepast. Dat betekent dat je ook zo'n applicatie reverse kunt engineeren om te zien hoe werkt dat dan en hoe kan ik proberen hier tussen te komen. In een browser heb je bepaalde checks die je met mobile apps minder hebt. Je ziet in een browser informatie over jouw verbinding. Mobile apps is dat niet zo. Je hebt een App Store thread, dus het downloaden van een app. De vraag is eventjes van, is dat dan wel de app die ik wil? En omdat een smartphone onafhankelijk wil zijn van zijn verbinding, wil een smartphone graag wat zaken opslaan. Dus je hebt lokale opslag en die zit veel dichter bij de vijandige buitenwereld dan de opslag op een datacenter. Dus al deze aspecten liggen eigenlijk allemaal ten grondslag aan de verschillen die je ziet gedocumenteerd. De typische verschillen die je ziet gedocumenteerd. Bijvoorbeeld de OWASP. OWASP heeft een top 10 mobile risks. En ook vanuit het initiatief van Grip op SSD is er een lijst van eisen samengesteld. En die eisen, het zijn eisen voor mobile app development. Die hebben allemaal te maken met deze verschillen voor mobile apps. Wat kunnen we eraan doen? Regelen als eerste. Dus maak het zichtbaar. Maak zichtbaar hoe goed die software in elkaar zit en doe dat vroeg. Zodat je ook vroeg feedback krijgt en niet als je project klaar is. Dus meet en controleer het volume. Dus hoe groot is dit systeem nou eigenlijk? Oftewel, wat hebben we nou op onze hals gehaald? En wat is dan die kwaliteit? Wat voor risico's gaat ons dat opleveren in de toekomst? Daar moet je goede afspraken over maken. We zien steeds meer opdrachtgevers die ook, als ze een systeem uitvragen, zeggen we, wij willen hier 4 sterren ISO 50010 bouwkwaliteit.
En we willen die en die security eisen voldaan wordt. Gelukkig gebeurt dat steeds meer. En als je gaat toetsen, en dit is een belangrijke, als je requirements bestaat uit hele specifieke requirements, dan is het zaak om niet alleen die requirements te toetsen, want er zijn 100.000 dingen die je goed moet doen als softwarebouwer. En niet 30 en niet 10, maar ook niet 250, er zijn er nog veel meer. Dat kun je niet allemaal opschrijven. Dus wat doe je met je requirements als je specifiek wordt? Je laat ze representatief zijn voor datgene wat jij belangrijk vindt. En dat heeft een belangrijk effect, namelijk de ontwikkelaars gaan ermee bezig, awareness, men begrijpt wat je bedoelt. En in ieder geval die requirements die zijn representatief voor een belangrijk deel van je security, maar er is veel meer wat je niet op kunt schrijven. En het is belangrijk om dus te toetsen op een brede security kwaliteit zoals die ingebouwd is in een systeem en niet een checklist toetsen te doen. Dat doe je door gebruik te maken van niet een lijst, maar van een lijst die zich, niet een lijst die je communiceert in een contract, maar door een grote verzameling van regels en best practices die je documenteert als code, die je gebruikt als code reviewer om je risico's te vinden in je systeem. Dat is niet makkelijk. Bij zich hebben we daar een methodiek voor ontwikkeld. Erg lang aan gewerkt. Waar het op neerkomt is dat je een database gebruikt van alle zaken waar je aan moet denken. En afhankelijk van welk deel van het systeem je naar kijkt, welke systeemeigenschappen en welke onderdelen van je systeem, zie je de relevante best practices uit die database waarop je moet toetsen. En dat maakt het haalbaar. Nog steeds is dat een eindige lijst. En nog steeds komt het voor dat wij dingen ontdekken in software systemen die niet in onze database staan, maar die worden gevonden op basis van de ervaring van de code reviewer. Dus ja, nog steeds is het belangrijk om je eigen gezonde verstand als code reviewer te gebruiken, behalve datgene wat je op dat moment als mogelijke ontbrekende countermeasures weet. Beantwoord dat je vraag? Goeie vraag overigens. Vervolgens denk na, en dat heeft even te maken met die hoofdzonde vooral. Vraag je af of je wel een mobiele app wil. Houd het simpel. Probeer het althans simpel te houden. Respecteer de gevoeligheid van data. Ik weet niet of je het ook wel eens hebt als je een app gebruikt die dan niet goed werkt, maar er zitten wel 10.000 features in die je niet nodig hebt. Het gevoel van, had even die features, die 9000 niet gedaan en eventjes de belangrijke dingen wel goed gedaan. Respecteer de gevoeligheid van data. Ethical design, heb ik vanochtend geleerd, is daar een hele mooie term voor. Wees voorzichtig met security concessies voor gebruiksgemak. Maak die afwegingen expliciet en doe het niet on the fly. Neem die beslissing met elkaar bewust. En verder, technisch, wantrouw je appomgeving, wantrouw je verbinding, weet dat daar van alles tussen kan komen. En vergeet niet de backend, want dat zien we ook veel. Een app regelt heel erg veel dingetjes voor de gebruiker, maar uiteindelijk is het ook mogelijk om contact te krijgen met die backend. Dus die backend die moet eigenlijk al die checks vooral ook zelf doen. Dat moet gehardend zijn. Ja. Die gespecialiseerd zijn, in plaats van dat je eigen ontwikkelaars hebt landen. Ja. Komen jullie dat ook tegen? Ja, we zien dat mensen vaak staan te popelen om een mobiele app te maken, omdat het leuk en nieuw is. Dit punt zou zo onder denk na kunnen. Ja. Ja. Wees voorzichtig met het zelf bouwen. Kies je partij goed. Sommige partijen zijn heel goed in flashy, mooie dingetjes bouwen, maar hebben wat minder ervaring aan de enterprise kant. Dat verandert wel hoor, want apps komen natuurlijk een beetje uit de marketinghoek, zeg maar. Maar het is echt wel allemaal aan het veranderen. Dus je ziet ook een professionalisatie in dat gebied. Maar je wil je partner dan goed kiezen, klopt. Grip op SSD. Ik noemde het al. Grip op SSD, ik vind het echt een fantastische beweging. Het is een samenwerking tussen softwarebouwers, overheid en security specialisten. Die zijn bij elkaar gekomen. Die hebben gezegd, nou, we moeten afspraken maken. Ja, maar zeiden de system integrators, dat willen we niet, want dan leggen we ons vast. En advocaten en bla en boel gedoe.
Maar wat nou de kern is van grip op SSD is, het is een goed idee om, het wil een goed idee geven van dit is hoe we willen samenwerken. Teken alsjeblieft dat je dit een goed idee vindt en dat je zo werkt. En als je niet zo werkt, communiceer dat. Dus het is comply or explain. En juist dat communiceren, daardoor krijg je dat één organisatie die zegt van ja, maar wij gebruiken X als risicoanalyse methode. Nou, mooi dat we dat weten. Kennelijk voor jou en misschien voor andere gevallen werkt dat. We kunnen dat weer opnemen in die methode. En zo is die methode een zwaankleef aan van best practices uit de praktijk. IBM zit hierin, Société, Capgemini, Centric, Valori, SIG zit hierin. Wij waren we stonden eigenlijk aan de wieg van deze methode. En het is prachtig om te zien dat het zo'n mooie samenwerking is geworden. Ik mag hier ook over vertellen volgende week in Rome op de OWASP-conferentie. Het is ook net vertaald naar het Engels. Dus we willen daar ook meer mee naar buiten gaan. En het is helemaal eigendom van het CIP. En publiek beschikbaar, gratis beschikbaar. Als je naar de website gaat, dan vind je daar het handboek met verschillende volwassenheidsniveaus. Je vindt beveiligingseisen, ook mobile beveiligingseisen. Je vindt trainingsmateriaal voor testers. En je vindt een beveiligingsovereenkomst, een basiscontract waarmee je afspraken kunt maken met elkaar over security. En de link is sip-overheid.nl. Het gaat bij die afspraken maken natuurlijk ook over het toetsen. En dan niet alleen aan het einde, maar ook gedurende de ontwikkeling. Wat voor middelen heb je daarvoor? Daar wil ik u nog even mee doorheen nemen. En dan ga ik afronden. Penetratietesten natuurlijk. Daarmee kun je een aantal security risico's vinden. Code scan tools. Code scan tools die je als ontwikkelaar zeg maar loslaat op je software. En die vindt dan een heleboel kwetsbaarheden. Onderzoek laat zien dat die scan tools weliswaar meteen feedback geven en heel prettig is in gebruik. Maar ze vinden maar 15% van de kwetsbaarheden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Apache Tomcat. Er is onderzoek naar gedaan naar hoeveel zou je daar nou in kunnen vinden met geautomatiseerde tools. Nou, dat is maar een heel klein gedeelte. Dus maar, geloof maar één van de CVE's in Tomcat kon je op deze manier vinden. Dus wij adviseren ze te gebruiken, maar het is niet je panacee. Code review, dus handmatig duiken in je software om daar te constateren of die best practices zijn toegepast of niet. Ik doel hiermee op handmatige code review, dus als verrijking van wat je met tools kunt vinden. En tot slot onderhoudbaarheid. Het beoordelen van een systeem op is het spaghetti of niet. Want als het spaghetti is, dan is dat een security risico die is waiting to happen. Dan tot slot even inzoomen op code review versus penetratietest. Het zijn verschillende vakken. Penetratietest gaat natuurlijk om proberen in te breken. Dus je gaat kijken hoe je bij zo'n software systeem kunt komen aan de buitenkant. Is het een sterk exploratief karakter, maar dat geldt ook voor code review. Dus bij penetratietest is de skillset, talent en de ervaring van degene die het uitvoert heel belangrijk. Code review is dat ook zo. Je kunt de tools hebben, je kunt die database hebben die ik net noemde. Maar de ervaring van de mensen die dit uitvoeren, die is erg belangrijk. En dit was ook de reden dat manager Gurka en zich op een gegeven moment hebben gezegd van hey, laten we de handen ineens sluiten. Laten we eens kijken of we kunnen samenwerken. Want we helpen onze klanten vanaf verschillende hoeken. En zeker manager Gurka doet ook code reviews. Maar het is onze specialiteit. Wij hebben daar echt een lab voor ingericht om van binnenuit te zien van hey, staat die safe deur open? Is daar misschien nog van de binnenkant een kwetsbaarheid te zien die je van de buitenkant kant niet ziet? En zo vult dat elkaar aan. En een van de positieve signalen, naast grip op SSD, naast dus dat bedrijven steeds meer goede afspraken maken over security, is dat wij steeds meer aanvragen zien voor code review. En dat we ook zien dat auditors die PCI audits doen, zeggen van hey, wij nemen eigenlijk geen genoegen meer mee dat jij je systeem test. Goed dat je het doet, maar we willen eigenlijk ook dat een code review ernaar kijkt. Dat vind ik een signaal dat in de markt, dat die zichtbaarheid van security tijdsontwikkeling, dat toeneemt. Dus op die positieve noot wilde ik eindigen. Dank jullie wel.
Is er nog ruimte voor... Er is nog even ruimte voor vragen. Zijn er vragen? Ja, dus uw vraag is, hoe zit dat met de toezichthouders? De meest effectieve bestrijding van zwakheden in software, die zien wij op het moment dat het bedrijf ook zelf de operationele risico's ziet. En als het gaat om toezichthouden, dan gaat het vaak om checklists. En dat is goed, hè? Je moet een checklist langslopen. Maar die checklist is nooit compleet. Dus wat je krijgt is dat een organisatie die voor compliance gaat, op zoek is naar mensen die voor hun die checklist kunnen invullen. En dat is een stuk beter dan helemaal niet kijken. Maar daadwerkelijk besef van de organisatie van, hey, wacht even, maar als er iets misgaat, dan hebben we gewoon echt een probleem. Want boetes, want imagoschade, dat is een veel sterker effect als het gaat om bestrijden van software insecurity. Ja... U zegt, de toezichthouder bepaalt wel dat awareness, hè, dus de mate waarin een organisatie bereid is om iets te doen. Mede, en dat klopt. Vaak worden wij benaderd van, joh, ja, we krijgen einde jaar krijgen we weer een audit. Kun je alsjeblieft even kijken of we een beetje op orde zijn? Dus ja, en dan vragen ze ons ook van, kijk maar even in alle hoeken en gaten, want het moet echt beter. Ja. Kun je nog één vraag, als die er nog is? Hier vooraan, Cosmo. Slide op coverage van security activiteit versus security kwetsbaarheden heel interessant. Misschien kun je dat een beetje opbrengen. Mm-hmm. Deze. Ja, als je het zo inschat, dan denk ik dat pakweg de helft van die cirkel is vol. Kopen, ja. Je kunt het systeem niet 100% secure maken. Ja, maar is half secure genoeg? Ja, dat hangt van de situatie af. Kijk, de grap is dat als je hier meer moeite in stopt, dan groeit die cirkel. Dus logisch, hè? Dus als je een space shuttle moet verbeteren en je gaat naar de code kijken, dan ga je zoveel moeite in stoppen dat dit uitdijt. Ik denk niet dat deze witruimte... zo geldt voor elke applicatie, voor een kritieke applicatie. Je kunt misschien wel verder invullen door security by design eroverheen te leggen. Door problemen te voorkomen, zou ik maar zeggen, nou, je misschien een klein stukje over van de cirkel. Wat die persoon mist is design to fail. Waar dit over gaat is zichtbaar maken. Dus het zijn, je hebt gelijk, maar dit zijn manieren van assurance, manieren van toetsen. En als je die security risico's wil verminderen, dan heb je inderdaad design te veel. Dus rekening houden met plan B. Want dat is eigenlijk zoals je moet ontwikkelen. Hè. Vroeg of laat, je wordt gehackt, dus wat is er dan eigenlijk te krijgen? Dat zie je hier niet in, omdat dit puur gaat over het zichtbaar maken.